Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe Call of Duty 4 live complay. Ik dacht van weet je, altijd als we Call of Duty 4 spelen doen we natuurlijk de serie Random Facecom. Vandaag wil ik dat niet gaan doen. En vandaag ga ik spelen met mijn eigen goede class, de P90 met suppressor, de Blue Tiger Camel erop, Gold Dust Eagle, bandolier voor extra ammo, stopping power voor extra damage en dead signer zodat de enemies mij niet kunnen horen lopen. En we gaan kijken hoeveel kills we kunnen gaan pakken, man. Skills zijn natuurlijk iets anders, Call of Duty 4, Call of Duty van natuurlijk 2007 en... Oh, ik was te vergeten dat het kon. En we spelen de map Crossfire, heel erg chille map. Ik hoop dat deze map ooit misschien een keertje gaat terugkomen. Natuurlijk dan wel een hele andere sfeer, want er zitten hier heel veel campspotjes in. Deze map zit vol met campspotjes, kan je eigenlijk wel zeggen. En dat moeten ze er dan natuurlijk wel uit gaan halen. Maar ik hoop misschien dat deze map wel een keertje gaat terugkomen in een andere kant. Maar dat zullen we natuurlijk vanzelf gaan zien. De enemies hebben een UAV, dus ze weten waar ik loop. Want ik heb geen cold blooded of zo. En jij zit hier hard te campen, of niet? Oh, hij loopt boven me nu, joh. Ben serieus naar boven gegaan, vriend. Ik ga uit voor claymores. Claymores in Call of Duty 4 zijn heel erg sterk. En, oeh, daar ben je. Ik zat je al te zoeken, man. Ik was je kwijt. Ik was je kwaad. En, oeh. Spelen ze dat hier tegen een campteam, joh. Holy shit. Kut, in mijn rug. Er zit er een. Er zit er hier een. Ik hoor hem lopen. Ik weet niet. Ja, dat wist hij. Zie je wel. Ik wist het, man. Ik hoorde hem achter me lopen. Ik dacht van even opletten. Want daar wil je natuurlijk niet door doodgaan. En we hebben alweer een helikopter. Maar de grote vraag is: waar zit die vent die zijn helikopter heeft gehaald? Want ik ga ook hier wel lekker. En ze zitten zo te zien weer boven me, joh. Wat de fuck? Hoe komen ze nou in één keer weer boven me dan? Wat kom je daar opeens doen? Zit jij hier op de camp, of niet? Oh nee, die zit hier beneden. Ik zat deze gozer al de hele tijd op te zoeken. Maar hij zit hier gewoon beneden, man, of niet? Ja, zie je wel, daar is die. Oh, teammate heeft hem al, jammer. Maar dit is kicken, man. Deze Call of Duty vind ik echt heel erg leuk om te spelen. Er zit weinig bullshit in. Natuurlijk zit er wel een beetje bullshit in, omdat de Call of Duty is van 2007. Maar over het algemeen zit er redelijk weinig bullshit in tegenoverstelling van bijvoorbeeld Modern Warfare 3. En ja, het is gewoon één chille Call of Duty om te spelen. Als ik moet aanraden of je het moet kopen, ja of nee, zou ik natuurlijk zeggen nee. Want er zitten wel heel veel hackers op natuurlijk. Maar als je daar overheen kijkt en je komt in een lobby zoals deze zonder hackers. Met redelijk veel campers. Dan is het gewoon echt een chille Call of Duty om te spelen. Even een nekje naar binnen gooien, want dat is de campspot van die vent. Oh, ah, die ging tegen het randje aan, man. Jammer. Oh, 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 oh. Die vent heb Juggernaut. En met Juggernaut krijg je natuurlijk extra health. Daarom had ik zoveel kogels nodig om te killen. Staat er hier naast jullie te campen, jongens? Misschien is het handig als er iemand naast jullie staat. Dat je hem ook, probeert te killen. Oh shit, sniper, 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 sniper. We gaan hier base, jongen. Holy shit. Daar staat hij. Zo, er staan er hier veel, man. Even snel mijn helikopter inroepen, want dan haak ik meteen een nieuwe naam. Jullie lopen gewoon langs me, jongens. Ja, dit is echt gewoon het perfecte voorbeeld van hoe beest kan je gaan in Call of Duty 4. Hoe erg kan het spansysteem falen in Call of Duty 4? Dit is natuurlijk een van de allereerste goede multiplayer spellen. En het spansysteem in dit spel is echt waardeloos. Ze hebben het natuurlijk wel een beetje verbeterd gemaakt in de volgende Call of Duty's. Maar alsnog is het best nog wel echt heel erg hard falend. En ik hoop bij de volgende Call of Duty dat het misschien wel echt heel erg goed gaat worden. Maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. Want dat zeg ik al een paar jaar dat het beter moet worden. Maar het is nog steeds niet gebeurd natuurlijk. Maar dat maakt niet uit, joh. Dat is Call of Duty. We moeten gewoon altijd op blijven letten. Zo makkelijk is het. Als je altijd let op het spawnsysteem, dan zal je soms wel door dood gaan. Omdat er gewoon iemand naast je staat in één keer. Maar je zal het ook vaker en steeds vaker gaan overleven. En als je het een beetje onder de knie krijgt, dan lukt het natuurlijk helemaal. Kut granaat. Oh! Ik gooi zijn granaat weg en ik krijg er een kill mee. Nice, man. Holy shit, dat is epic. Ik heb nog een helikopter staan, maar die kan ik helaas nog niet inroepen, want er zit er al één in de lucht. En ik kan die ook niet meer mijn andere scorestreaks halen, omdat ik die helikopter nog in de lucht heb hangen. Dus dat is natuurlijk allemaal een beetje jammer, maar we gaan bezig, jongen. We staan 26 om 3. We zitten de hele tijd gewoon midden in die span en we overleven het ook nog eens. En meer kan je gewoon niet willen, jongen, in dit spel. Kijk ons gaan dan, jongen. Die enemies hebben geen flauw idee dat ik hier sta, want ik natuurlijk ook die suppressor op mijn P90 heb staan. En laat ze nu maar komen. Kijk, de looptrain laat ik even lopen. Oh, dat is een teammate. Sorry, teammate. Sorry, je bent doodgegaan. Dat is mijn schuld. Hij heeft Martydom snel er langs rennen, anders ga ik dood. Oh my god. Dit is echt het beste potje ooit. Serieus. Ze lopen weer allemaal naast me. Eerst even reloaden. Ik heb er eentje langs me laten lopen. Dat heb ik expres gedaan. Want dan kan ik namelijk de andere personen natuurlijk killen. Want dan lopen er nog veel meer hier. En ze zitten ook weer bovenin, zoals je kan horen. Oh my god. We kunnen gewoon niet beter gaan dan dit. Ik zweer het je. Ik heb nog een helikopter staan. Het potje is nog lang niet afgelopen. En even in de kast verschuilen. En weer terug. Gewoon meteen weer terugrennen, man. Niet te lang gaan campen natuurlijk. Als je even wil campen, dan mag dat. Maar je moet niet het hele potje in een hoekje gaan staan. Want dat is natuurlijk niet leuk. En we gaan echt heel erg beest. Oh my god. Die spannen aan de andere kant van de map, jongens. Oh, daar staat hij. Let's go.
Dit is echt serieus een van mijn beste Team Deathmatch potjes ooit in Call of Duty 4, jongen. Oh my god, oh my god. We hebben 41 kills. En dat potje is nog steeds niet afgelopen. Wat is dit, man? Dit is episch, dat is het. Ik kan heel veel zeggen, maar dit is episch. Komt er iedereen aanrennen? Kom maar, kom maar, kom maar. Hij is al dood, maat. Je hebt hem al doodgeschoten. Dankjewel. Dankjewel. Oh, ik hou zo van die P9. Er zit er hierin boven te kennen met een sniper rifle. Zal ik die ook meteen kan killen? Zal het helemaal mooi zijn. Ben je weggelopen? Teammate, waar is die naartoe? Zit hij er nog? Hij is weggerend, man. Uh-oh. Ik weet niet waar die is. Weet je wat? We gaan gewoon lekker weer naar beneden. Oh, daar zijn ze. Ik zag jullie al te zoeken, jongens. Martidom, andere kant op. Oh, andere kant op. Ik heb een UAV. Hè? Het duurde even, maar eindelijk heb ik weer een UAV'tje. Dan moeten we dus zo te zien weer de andere kant op. Uh-oh. Een granaat. Doorrennen. Meteen hier naar boven, want hier zitten ze namelijk, hierboven. Oh shit, weer een nieuwe UAV. Dat zijn er twee in één leven. Ik weet niet hoe dat kan, maar dat maakt niet uit. Dikke buk. Dat is een oude Call of Duty, dus dat mag het natuurlijk. En nu ben ik de enemy zeg kaart kwijt, man. Oh, hier zijn ze. Hallo jongens, alles goed? Oh my god, we gaan zo beest, jongen. Kijk dan, ze hebben geen idee in de gaten dat ik gewoon naast ze loop. Ze hebben geen idee dat ik gewoon keihard aan het killen ben hier, oh man. Holy shit, balls. We hebben gewonnen. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ik heb motherfucking 51 kills van de 75 kills die kunnen worden gemaakt. 51. Dit is ziek. Dit is ziek. Holy shit, balls. Mensen, als jullie hebben genoten van dit live compleetje, geef me alsjeblieft een like omhoog. Ik heb dit nog nooit gehad, zo'n goed team met een spotje Call of Duty 4. What the fuck? Ik liep die span in. Ze hadden geen flauw idee dat ik in die span zat. Ze hadden geen flauw idee gewoon, man. Niemand wist waar ik liep. Ik ging van de ene plek naar een andere plek. Van de ene plek naar een andere plek. En ze hadden geen flauw idee waar ik liep. Ik hoop dat jullie hebben genoten, mensen. Vergeet me niet te liken. En tot de volgende keer maar weer, zou ik zeggen. Bye bye, mensen.